Auto versneld. Start is gevallen. Duel om de leiding tussen Carola aan de binnenkant en Kimberly Swish aan de buitenzijde. Beiden willen nog niet wijken en zo gaan ze in een enorm tempo op weg naar de eerste bocht. Aan de buitenkant Kimberly Swish die Carola niet voorbij komt. Carola blijft aan de binnenkant en Bas Krebas kiest nu eieren voor zijn geld en wil die rug wel pakken. Maar daar komt net Mireille Charisma het gaatje in gereden, dus dat past ook niet. Daarachter op plek 4 volgt dan Kate Baldwin. Als Carola iets doorrijdt, dan zou het wel passen. Maar Giel Wildhagen rijdt dan ook ietsje door. Hij helpt daar Krebas en Krebas kan ertussen. En zo gaan we heel hard die eerste 400 meter door. Nu de handrem erop in de volgende 100 meter. En dan komt er een 500 meter tijd uit. Die wordt neergezet door Carola. En die luidt 1:12 rond. Carola, Kimberly Swish, daarachter Mireille Charisma. En de laatste plaats in de Habo-kleuren Kate Baldwin. Zo gaan we in een soort processie de volgende bocht in, de Tjarda-bocht. Carola leidt, liep vorig jaar ook al in deze koers. Kimberly Swish op plaats 2, daarachter Mireille Charisma en daarachter volgt Kate Baldwin. Tempo is er fors uitgehaald. Carola vandaag weer met haar oude bit onderweg. Het bitje waarmee ze destijds haar grootste successen heeft behaald. Daar leidt ze nu mee. Daarachter op plek 2 ligt Kimberly Swish, die dus een tijdje weg is geweest en die vandaag de rentree maakt. Bas Krebas gaf voor de koers al aan, als het netjes loopt, dan ben ik al lang blij. 21-1 de tussentijd. Daar gaat het hart niet sneller van kloppen, ook niet als hij net gereset is. Daarachter op plek 3 Mireille Charisma en daarachter volgt Kate Baldwin. Zo wandelen we de rechterbocht in, de Z-Turf-bocht. Carola leidt en die verhoogt langzaam aan het tempo. Carola, Kimberly Swish, Mireille Charisma kan aanhaken. En Kate Baldwin moet er eigenlijk achter vandaan, denkt Jaap van Rijn. En daar gaat hij zo langzaam een begin mee maken. Aan de rechterlijn overzijde in, dan gaat Kate Baldwin naar het tweede spoor. Rechterlijn overzijde gaat ook Kimberly Swish naar het tweede spoor. Krebas wil het weten, die gaat er een 700 meter lange sprint van maken. Dan geeft hij ook Kate Baldwin geen kans. Het enige wat hij dan nog moet doen is Carola voorbij. 14-9 de tussentijd. Carola gaat in eerste instantie mee. Carola, Kimberly Swish, daarachter Kate Baldwin en dan Mireille Charisma. Kimberly Swish zit nog altijd op een lengte. Zo gaan ze de laatste bocht door, maar Krebas heeft het nog lang niet opgegeven. Die gaat het nog een keer proberen. Halverwege de Tjarda-bocht leidt Carola. Carola, Kimberly Swish, Kate Baldwin, Mireille Charisma. Charisma komt weer terug. Zo komen ze in de laatste rechte lijn. En de leiding is nog altijd voor Carola. Carola, Kimberly Swish. Kan de oude Kimberly Swish hier nog een keer Carola voorbij? Is het alweer de oude Kimberly Swish? Hij gaat het wel proberen. Carola aan de binnenkant. Kimberly Swish aan de buitenkant. Jawel, daar komt hij aan. Kimberly Swish aan de buitenzijde is voorbij. En Kimberly Swish wint bij haar rentree. En daar worden ze heel blij van. Kate Baldwin, die wordt tweede. En Carola derde. 15 rond voor de winnaar. Finishfoto voor de tweede plaats, dames en heren. U ziet aan de buitenzijde Kate Baldwin die net voorbij gaat aan Carola. Uitslag van koers 9, de Breeders' Crown voor 4 tot en met 7-jarige Meris is inmiddels ongewijzigd. Officieel winnaar is geworden paard nummer 3, Kimberly Swish met Bas Krebas in 1:15:0. Kimberly Swish is een 7-jarige bruine merrie van Offshore Dream uit Paris-Bie. Gefokt door Henny Kloosterman, die heeft zich ook gemeld bij de huldiging in eigendom van Stal PD. Trainer Bas Krebas en hij is ook de winnende rijder hier met paard nummer 3, Kimberly Swish. Met dus de Breeders' Crown voor oudere merries. En Bas krijgt de felicitaties van de fokker en van de eigenaar. En natuurlijk ook van al de betrokken grooms bij het entrainement van Bas Krebas. Bloemen zijn inmiddels overhandigd. Bas, een, bijna een jaar afwezigheid. En dan zo terugkomen, dan herken je alleen de hele echte. Ja, natuurlijk fantastisch. Kijk, hij is van een maat voor de kar, maar als er altijd niet haast en niet haast. Kijk, het hart is gezet en zo. Maar hij voelde zo goed aan. Ik denk, dit is een super koersje om te beginnen. Ik denk, ik kan niet een hele harde koers hebben van de hele weg 1:14. Giel zegt net, oh, misschien is hij van mij niet helemaal fit. Dus ik denk, oh, een stukje rustig onderweg, dat past me wel. Maar ik denk, ik geef hem daar alvast even een plaatstootje als hij van hem niet helemaal fit is. Toen kon ik weer even achter aan. De sprint is enorm goed naar huis. Geweldig karakterpaard. Ja, mega, mega klasbak die je natuurlijk zo terug kan komen naar zo'n lange afwezigheid.
Ja, geweldig. Een hard gereset. Hoe hou je dat bij? Is dat iets wat je nog vaker moet controleren? Nou, dat is makkelijk. Als je kijkt, luistert geregeld of het goed is. En het is nog steeds goed. En ik weet niet of dat terug kan komen of zo. Maar voorlopig is het goed en deze is binnen. Super. En nu langzaam weer vooruitkijken of doe je dat pas na vandaag? Nou, ik weet nog niet wat de volgende koers is. Ik moet even over nadenken. Geen idee. Deze is binnen en ik heb het niet verder gekeken. Ik ben hier heel blij mee. Super, dan zit er nog wat in de tank. En thuis merk je ook dat het nog dezelfde paard is met dezelfde capaciteiten als vroeger. Ja, zeker. Kijk, we rijden altijd langzaam in de vals op de strip en een rondje op de harde baan. En dan gaat hij zo verschrikkelijk hard. Hij heeft 16 voor de jockey, dat is weer maar enorm hard. Zo 750 meter en dan komt hij 12 naar huis, ongehoord. En dan zit je nog makkelijk. Kijk, en je hoeft niet harder als dat hij vorig jaar ging. Als je hem weer net zo goed doet, dan kan hij weer met die oude Franse merries mee. Dat is eigenlijk de bedoeling. Top Bas, gefeliciteerd. Dankjewel. Mooie zegen van Kimberly Swiss in de Merries Breeders' Crown voor oudere merries. Mooi dat ze terug is. De Vincennes-winnaar, daar hebben we niet zoveel van in de Nederlandse fokkerij. Kimberly Swiss die heeft dat gepresteerd. En naast Vincennes won die ook op Onyen. Meervoudig winnaar uit Parijs. Paard nummer 3, Kimberly Swiss. En is na ruim 10 maanden afwezigheid weer terug met een overwinning. En gelijk in een hoofdnummer. De Breeders' Crown voor 4 tot en met 7-jarige merries. Foto's worden gemaakt met het hele team. En het team kan weer langzaam vooruitkijken naar mooie nieuwe hoogtepunten. Dames en heren, geef ze een applaus. De winnares van de Breeders' Crown voor oudere merries, Kimberly Swiss en Bas Kewas.